is burgemeester Wim Kaiers die het bakhuisje aan de molen van Ezaart officieel mag openen. Het knap gerestaureerde huisje krijgt de naam het Karelshuis. De naam verwijst naar Karel Heile die de molen bouwde in 1856, maar ook naar Karel Heuvelmans die de laatste eigenaar was tot in 1957. Wil je ook van de nostalgische sfeer proeven? Dat kan. Van april tot en met september zetten de vrienden van de molen van Ezaart elke laatste zondag van de maand de deuren van de molen en het bakhuisje open voor het grote publiek. Allemaal van harte welkom, beste mensen, op de opening, de officiële opening van het bakhuisje hier bij de molen in Ezaart. Het is een fantastisch project waar we hele vele jaren rond gewerkt hebben en uiteindelijk is dit het resultaat. En ik ben heel blij dat ik als schepen van cultuur samen met de mensen van erfgoed en van samenlevingsopbouw het huisje hier kunnen openen. Goh, wat mij hier brengt, toevallig doen wij vandaag hier een bakhuisje open. Dus we hebben hier een bakhuis gebouwd bij de molen van Ezaart, zoals ze al 400-500 jaar in Kempen stonden. En we vonden dat die techniek en die wetenschap wel maar moest bewaard blijven. En vandaag is de officiële opening. Onze eerstvolgende activiteit die we gepland hebben, zou eigenlijk volgende zondag al zijn. Maar dat gaan we even niet doen, kort dag. Maar de laatste zondag van de volgende maand wordt er brood gebakken. Kunnen we met je deegje tot hier komen en wij bakken die broodje. Lilian, dit wordt een zondag met een zon die nooit verdwijnt. Nu, het bakhuisje, wat houdt dat eigenlijk in? In het bakhuisje gaan wij de laatste zondag van de maand de gemeenschappelijke oven, die we ook met vrijwilligers gebouwd hebben, opstoken, zodat de buren en de mensen tegen 9:30 met hun brood, vorm of hier ter plaatse deeg helpen komen maken. In de oven gaat gebakken worden, dat ze ondertussen een koffietje kunnen drinken en wat receptjes uitwisselen. En om 9:30 gaat gebakken in. Dus om 9:30 wordt het brood gebakken gezamenlijk en om 10:30 de desserten. En hoe frequent zijn die activiteiten? Elke keer de laatste zondag van de maand, startend op eind juli en dan tot eind september het toeristisch seizoen. En dan hopen we nieuwe mensen bij op de kaart te krijgen bij de workshops en het bakken, waardoor dat we dan in het najaar een nieuwe werkgroep gaan opstarten voor volgend jaar. Er stond een bank onder de linde op het erf van opa Jan. Wie ze daar ooit heeft gezet, niemand die dat nog zeggen kan. Maar ik zat er vele uren bij mijn oma op de schoot. Zij vertelde over te leven en soms ook over de dood. Nog altijd nog een troost. Elk een van mijn zeven spruiten zal volleerd door het leven gaan. Want wij hebben toch daar buiten altijd nog dat bankje staan. Zolang er lindebomen groeien en zolang er bankjes zijn, zal de wijsheid openbloeien als een geurige jasmijn. Waarom zou ik het hun verbieden? Ik laat ze graag een goesting doen. Wat te leren valt te leren. Op dat bankje tussen het groen. Burgemeester Wim Kaiers en de familie zullen nu gezamenlijk het de naamplaat onthullen. Het Karelshuis, dames en heren. We hebben in Bokrijk onze andere molen van de gemeente staan. Maar hier is onze enige echte windmolen die we een mol nog hebben. Het is een landmark, we zijn er heel fier op. En het bakhuisje, officieel het Karelshuis, maakt de site uiteraard hier helemaal compleet.
Het gaat ook naar scholen, verenigingen en heel vele andere mensen. Gaat het de volgende jaren heel veel mogelijkheden gaan geven. Het is een stukje dorpsontwikkeling. Dat willen we in hele vele gehuchten gaan doen. Ik ben ook heel blij dat onder andere Lief als kaarttrekster, maar ook honderden andere mensen hiertoe bijgedragen hebben. En ik zou zeggen, proef zeker ook van de dingen die hier de volgende dagen, weken, maanden gaan gebakken worden. Het gaat keilekker zijn, want niks is lekkerder dan zelfgemaakte dingen. Dus ik zou zeggen, geniet er allemaal deze namiddag van en maak er uiteraard ook gebruik van. Dank u wel.